Hallo, welkom bij een nieuwe video. Zoals je misschien aan de titel hebt gezien, oh, er zit een dingetje uit, ben ik van plan om weer dagelijks te gaan vloggen. Niet iedere dag uploaden, maar iedere dag een beetje wat bits and pieces vloggen uit mijn huidige leven. Het is best wel een tijdje geleden dat ik dit gedaan heb. Ik denk half jaar geleden of zo dat ik ermee gestopt ben. Eigenlijk op het punt dat ik ging weer terug bij mijn ouders wonen, ben ik er eigenlijk een beetje mee gestopt. Sinds ik fulltime ben gaan streamen, omdat er heel veel tijd is in gaan zitten. En nu merk ik dat ik nog meer, veel meer werk heb. Maar ik mis echt het vloggen een beetje. Ik vind het namelijk super leuk om terug te kijken hoe mijn leven eruit zag op een bepaald moment. En nu mis ik dat allemaal. En er zijn een hele hoop dingen aan de hand. Weet je wel, er gaan een hele hoop dingen gebeuren. Leuke dingen. Ik ga feestjes en dit weekend ga ik weg. Nou ja, van alles. En ik dacht, weet je wat, ik ga het gewoon weer allemaal vastleggen. Dus welkom bij een nieuwe vlog. Geef het alvast een duim omhoog en laat me weten wat je vindt van het oppakken van dagelijks vloggen weer. Zoveel dingen die ik jullie moet vertellen eigenlijk, die ik nooit benoemd heb op YouTube. Wel op stream natuurlijk, maar niet iedereen die YouTube kijkt, kijkt mijn stream en andersom. Dus er is nog een hele hoop wat ik jullie moet vertellen. Maar dat komt allemaal tijdens deze vlogs wel naar boven een beetje. Nu sta ik op het punt om naar Wamel te gaan. Bij mijn broer gaan we erwtensoep en pannenkoeken eten. Wat een rare combo, maar dat is een traditie in Maas en Waal, waar ik vandaan kom. Dat doet iedere familie volgens mij met z'n allen. En dat is ter ere van de Leste Mert, de laatste markt. En ik ga niet naar het feest toe, het is ook een tentfeest en zo. Daar ga ik dit keer niet heen. Maar ik ga wel snert en pannenkoeken eten met mijn familie. Dus daar ga ik nu heen. Thanksgiving is het. Oh, wat leuk. Ik kom hier binnen. Moet je zien. Die lampjes. En die tafel. Oh. Wat leuk. Ik voel me echt een domme snol. Wat leuk. Oh, mooi. Wat mooi. Mooie lampjes hoor. Allemaal gedraaid. Toch, pap? Ik vind het verdraaid leuke lampjes. Ja, ik zal er ook niet omheen draaien. Ik vind echt mooie lichtjes. Dat vind ik ook. Ik ga er nog een, maar ik weet het niet meer. Dadelijk gaat het fout. Ik pak even mijn camera erbij. Ik ben weer terug waar ik ben begonnen deze video. En ik ben zo moe. De jetlag kick nog in. Ik ben iedere keer rond 8 uur 's avonds echt zo slaperig. Het is inmiddels 10 uur geweest. Dus ik heb het al een beetje langer volgehouden. Morgen heb ik een 12 uur stream staan. Dus ik ga verder met deze vlog op zaterdag. Goedemorgen, het is nu zaterdag en we beginnen vandaag, Nikki zit me aan te kijken alsof ik een idioot ben. We beginnen vandaag met sporten. Ga
Weet je wat Mattia zei? Mattia heeft een rood hoofd nu omdat ze zich schaamt voor mij. Hoe dan? Waarom? Ja, weet ik niet. Ik weet, hoe kan je je serieus schamen voor mij? Ja, hij gedraagt je altijd zo normaal, hè? Ja. Ja, sorry. Ik ga het even opnieuw doen. Ja. Oké, okay, we zitten in de parkeergarage, want we gaan voetbalschoenen kopen en een cadeautje voor Nicky's opa. We hebben net echt niet gezegd hoor, dus in één keer goed gegaan. We moeten iets hebben wat glimt. Nee. Dat staat op de film. Gemeen. Waar ben jij gemeen? Nee hoor. Er zijn nieuwe voetbalschoenen voor Nicky aan het passen. Maar deze meneer heeft een beetje pre-poten. Pre-platvoetje. Oh, zo, dan zit ze best wel krap hoor. Ja? Maar ja. Zit ze te lang? Zijn ze te lang? Nee, maar ze zit gewoon. Kijk, ja. Ja. Uitsteken. Irritant is dat. Dat heb ik altijd. Nou, we zitten nu weer in de auto. De zaak gegarandeerd. Dat is het plezier van Ziggo. Manipulatie! Manipulatie! Oké, we hebben net voetbalschoenen gekocht en een cadeautje voor Nicky's opa. En bij Bakker Bart een pizzabroodje. Ikke, en jij panini. En nu zijn we onderweg naar huis. Maar waarom Nicky keihard manipulatie roept, is omdat ik net deed alsof we nog moesten gaan. Terwijl we eigenlijk al alles gedaan hadden, maar ik had nog niet gevlogd. Dus nou is de manipulatie over. En nu gaan we naar huis. Gaat Nicky voetballen. En dan ga ik een beetje opruimen en zo. Want de was doen. Ja, ik zeg het op camera. Dat ik de volgende keer kan zeggen als jij niks zegt dat ik niks in huis doe. Zeg gewoon, kijk maar naar de vlog. Ja. Goed zo, heel goed. En dan ga ik even kijken bij Nicky hoe hij het voetballen, denk ik. Ik heb mijn haar gekruld, het zit voor geen meter, want het was nog half nat. Terwijl ik gisteravond ben gaan douchen. Maar ik doe gewoon zo een muts op en dan is alles goed. Haha! Daarom hou ik zoveel mutsen. Nicky is al naar de voetbal en ik ga nu daarheen om te kijken. En ik dacht, weet je, ik neem jullie gewoon mee. Hey, God! Hier Nicky speciaal voor jou. Ja. Hey, is er vanavond nog wat te doen? Waar is die? Oh, daar. Ja, met het bandje om, dat is wel makkelijk. Nummer 8. Claude. Jean-Claude Van Damme. Quint achter je, Quint, terug! Hij doet niet, hij heeft iets leuks. Oh, Nicky en ik gaan oesters eten. Hebben we allebei nog nooit gehad? Oh, dat is super vies. Je houdt ervan of je haat het volgens mij. Oké, okay, let's go. Ja, nu ja. Oh, ik werk niet zo goed. Lekker. Ja? Ja, het blijft hangen. En vertel, hoe is je eerste oesterervaring? Ik vond het niet heel erg vies eigenlijk. Nee? Oh, je had het veel viezer gewoon. Ja, ik dacht dat het wel smak of zo was. Maar het is wel echt vis. Ja, het is geen kip, nee. Nee, het is ah, okay. Wel heel vis, hè? Nee, die is gelukkig niet zo groot. Maar ik heb ook wel een groot stuk vlees. Leuk hoor, die pennen. Gooi dat aan bed. Al die troep op bed, onze romanticus. Oké, we zijn aangekomen in het hotel. Het heet Hotel The Yard of Yard? Hij staat op alle zeepjes. Maar oké. Okay. Kijk jij maar even hoe die heet. Dan ga ik de kamer laten zien. Ja, ze hadden allemaal roze... The Yard, oké. Okay. Ze hadden allemaal roze blaadjes op de bed gelegd. Maar die heeft Nicky er nu afgehaald. Dit is het bed. Het bed is trouwens echt wel groot. Is dit groter dan het bed thuis? Ja. Dan kun je meteen kijken of je het wel vindt. Een groot bed. Tuurlijk. En... ja, kast.
Dankjewel. Oh, bedoelde mij niet. Oh, oké. Okay. Oh, en dit is dus de badkamer met een bad. Ja, daarvoor heb ik hem uitgekozen, deze kamer überhaupt. En hier zit nog een douche. En een toilet. En nu is het tijd voor een douchebad. Groen. Ja. Goedemorgen. Het is nu zondag. Ik moet zo nog even douchen, want mijn haar is echt één grote ontploffing. Maar we gaan eerst even ontbijten. Ontbijtje. Wat heb jij? Lekker broodje. Lekker broodje. Lekker. Wat weet je dan? Hoezo niet? Ja, leg even uit wat we gaan doen dan. Ja, nee. Kijk jongens, ik wil jullie even een Instagram fitboy in de natuurlijke habitat laten zien. Nee. Misschien moet je dan de andere kant laten zien. Je achterkant? Nee. Oh, dit. Ja. Kijk, zo zag het ontbijt eruit. Maar meneer moet voor zijn PT Instagram. Nou ja, leuk dat je die achterkant ook even laat zien. Die helm is. Echt, ik een goede foto kan maken. Want hoe kan ik nou een goede foto maken? Oké. Dat is heel makkelijk. Maar ik heb nou mezelf een schaduw. Ja. Dus hoe moet ik dat nou doen? Andere angle. Ja, dat snap ik. Maar welke angle moet ik pakken? Maar waarom... Ik zou persoonlijk dat groene bankje er ook een beetje op zetten en zo. Dus dan gewoon zo... En de muur. Ik zou zo dit frame pakken. Zal ik het doen? Ja. Het is een hostel takeover. Ik was niet goed genoeg. Dus dan laat Matthias zien hoe het moet. Ja, ik vind dit mooi. Maar dan moet je zelf even... Vind je dit niet mooi? Ik zie het niet. Nee. Ah. Ja, het gaat al om de angles, hè? Ja. Super. Nou, goed gedaan, Instagram. Nee. Ik hoor het niet bij jou. Hoi. We zijn uitgecheckt uit het hotel. En nu lopen we in het... Wat is er? Ik ga heel snel gaan lopen om mij erop te doen. Oh, er vloog wat in mijn mond. We zijn dus in een bos. Dus wil je alsjeblieft een beetje rustig gaan nu, Nicky? Ga over met jou. Even Nicky snor erop. Maar vertel me ook even waarom ik het doe. Voor het goede doel. November. Het zijn niet zo bullshit verhalen op te lullen. Jij wil gewoon uit eten niet betalen. Hij heeft een weddenschap, een soort van verloren. Ik vind dit gewoon een weddenschap verloren, hè? Wat? Ja, dat je de snor moet laten staan. Oh, nee, helemaal niet. Kijk hoe die staat, zeg ja, eerlijk. Gaat even stilstaan? Kan ik even goed inzoomen? Wacht even, ik zit vast. Hij wil hem niet pakken. Ja, oh, le. Op camera is hij nog veel lelijker. Je bent zelf veel lelijker, hoezo kan dit? Oké, buikspieren. Nee, je gebruikt nog te veel benen. Hoe weet je dat? Ja, kijk, je gebruikt gewoon je lichaam als hefboom. Je ziet je lichaam bewegen. Wat moet je doen dan? Dus je moet je voeten tegen de boomstam blijven drukken. En dan de kracht uit je buik halen. Het is nou wel aan de onderkant. Ja. Ik weet niet of ik het hout of goed doe. Maar voel je het in je buikspieren? Ja. Ja? Maar net ook al. Huh? Het ziet er echt net niet goed uit. Goed gedaan. Wat denken mensen Topje. Nou dat ze deze vlog kijken? Wat een gemeen vriendje heeft. Oké, doe het nou nog één keer goed aan. Oké. Oké, handen achter je oren. Oh ja. Tjoe. Ik wil niet meer. Nou, dat waren er pas drie. Ja, deden er 20. Nou kijk, en daarom train ik Mathia niet. Ik luister. Oké, we zijn nu klaar met in het bos lopen. We hadden niet de route gevolgd, want dat was een beetje onduidelijk.
Maar het was wel een leuk bos met allemaal fitnessdingen erin. Maar dat heb je gezien in de clipjes. En nu gaan we naar de Jumbo Food. Het heet geen Food Hall trouwens, het heet Food Markt. Oh, oké, leuk. Dus daar gaan we heen. En iemand heeft tegen ons gezegd dat daar hele lekkere frieten zijn. En nou kan ik alleen maar denken aan die frieten. Dus die ga ik uitproberen. Actie bedoel ik, niet de action. We hebben hamburgers. Echt, mijn hamburger is mijn favoriet eten. En we hebben ook lekker friet. Ja. Eigenlijk zijn we daarvoor hier, hè, voor de friet. Toch? Ja. Want hier wilde graag een weekendje weg, zogenaamd van mij, maar ze wilde eigenlijk gewoon lekker friet eten. Nou komt de aap uit de mouw. Nee, het was Werner, niet zij. Ah. Het zijn schilders. Wat heb je? Ik heb een visschotel. Oh. Moet er nou een foto van gemaakt? En toen waren we uit eten geweest voor de opa van Nikki voor de verjaardag. En zijn we weer thuis. Ik ben echt zo moe. En ik dacht, volgens mij hebben we heel veel gevlogd dit weekend. Dus ik denk dat het een mooi moment is om deze vlog af te sluiten. Ik vond het echt super leuk om het weer op te pakken. En ik hoop dat ik het ook weer lang vol ga houden. Laat me vooral even in de comments weten wat je ervan vindt en wat je graag nog wil zien en waar je enthousiast over bent. Nou, stel gewoon iets leuks in de comments en dan wil ik jullie heel graag bedanken voor het kijken. Vergeet me niet te volgen op mijn social media en dan zie ik jullie graag in de volgende video weer. Doei!